bij Sport79 Workout. De zender waar je natuurlijk moet zijn voor al je workouts. Wij gaan een leuke workout voor je neerzetten. Wij zijn Rashid van Exel en Eli Groeneschijn. Vandaag zullen we de benen, de billen en de buik gaan pakken. Niet alleen voor de dames, ook voor de heren. Want de dames vinden het ook mooi om mooie billen van de mannen te kijken. Gezellig meedoen, blijf bewegen, blijf deze zender volgen. We gaan er wat leuks van maken. Laten we beginnen. Zo, we gaan straks starten met squats. We hebben nog 10 seconden zoals je ziet. Je gaat 20 seconden squatten en weer 10 seconden rust. Ja, houd rustig. Het is nog een warming-up, dus rustig squatten. En weer naar boven. Kom maar. Let's go. Up. Een squat van de zijkant gezien is minimaal parallel die bovenbenen aan de grond. Dat is een squat. Dit zijn kniebuigingen. Ja, lekker doorzakken. Up, daar gaan we. Hou die handen lekker op. Blijf een beetje naar achter staan. Ga niet naar voren leunen. Ga je naar achter of ga je naar je matje of naar je handdoek, ga je steunen. Ik noem het een hondje, want een hondje plast op deze manier. Dus we gaan naar boven. Ja, kom maar. Let's go. Zo hoog mogelijk op, weer aansluiten. Niet op de grond zetten, je blijft in de beweging. Ja, kom maar. Let's go. Vind je hem te makkelijk, dan ga je tempo opvoeren. Maar geloof me, bij ronde 2 gaat hij niet meer makkelijk zijn. Hup, blijven gaan. Ah, hup. 10 seconden rust. Blijf zitten, Eli. Eli was het al zat. 2, 1, andere kant. Ja, zit is ook een commando voor een hond, maar in dit geval niet. Kom, blijven gaan. Ja, hop, blijven gaan. Hop, til hem hoog op en weer terug naar beneden. Hop. Hop. Blijf werken. Til hem hoog op. Sluit aan en weer terug. Hop, nou mag je gaan staan. Ga je weer naar die squat. Voeten recht zetten naar voren. Knieën niet naar binnen, blijf ze naar buiten drukken. Handen op, rug recht. Zakken maar, kom maar. Hop, diep doorzakken, naar boven komen. Uitademen. Ja, kom maar, hup, naar je matje terug. Ha! Zakken, ronde 2. Ik voel ze al. Ja, kom maar, go! Blijf hem hoog optillen. Blijf het tempo erin houden, nog niet verzwakken. Dit is pas je tweede ronde, je krijgt er 3. Voel je ze al branden? Ja, andere kant. Dat is de bedoeling. Als ze gaan branden, dan begint je training pas. Hè? Dan moet je gas gaan geven. Ja, kom maar. Blijf hem optillen. Blijf de knieën naar boven optillen. Ja. Kom maar. Blijf meedoen. Hop, squatten, klagen mag, zeuren mag, opgeven niet. Let's go, hop. Ja, kom maar, geef het door aan je andere mensen, aan je familie, laat ze ook allemaal bewegen. Het is niet zo moeilijk, sleutelstart, het is allemaal op televisie. Hop, let's go. Zakken. Knieën gaan op. Laatste wordt dit. Kom maar, rechterbeen gaat omhoog. Let's go. Het zijn korte explosieve workouts van ongeveer 20 minuten. Die moet je vol kunnen houden. Hou je het niet vol, moet je gewoon vaker naar het programma kijken. Want je moet ze volhouden, die 20 minuten. Andere kant. Even tot adem komen. 2, 1, daar gaan we weer. Ja, kom maar. Blijf volhouden, dus laatste rondje. Blijf volhouden. Nu gaat het branden. Nou moet je gaan werken. Hop. We zijn er bijna. Hoppakee, buikspieren. 2 rondes, je hebt 20 seconden rust nu.
Je krijgt twee rondes buikspieren, twee verschillende. Je krijgt ze drie rondes lang. Wow. Eerste ronde straks. Ga je fietsen. Is dit te zwaar? Ga je één been optillen, andere been optillen. Maar in het begin blijf je fietsen. Ja, de tweede is twisten. Iets achterover hangen. Hoe rechter je gaat zitten, hoe lichter die wordt. Ja, we hebben nog 7 seconden, gaan we beginnen met fietsen. De positie is schouders, hoofd naar boven. Vanaf hier ga je werken. Ja, dus niet je hoofd op de grond laten liggen. Blijven werken. Indraaien met die schouders naar je knieën voor die schuine buik. En je ademhaling. Let op je ademhaling. Elke keer blijven ademen. 2, 1. Hop, zitten. Even helemaal recht overeind. Even als ontspannen. Dan ga je je eigen druk opzoeken. Wat je aan kan. Is dit je punt? Ga je hier zitten. Nou ga je twisten voor je schuine buik. Wordt dit te zwaar? Ga je naar boven. Wordt het te licht? Ga je meer naar achter. En lekker indraaien. Ja, ja, 5 seconden nog. 4, 3, 2, 1. Fietsen. Lekker hoor. Ik neem even mijn rust tussendoor. 3, 2, 1. Fietsen maar. Let's go. Uitfietsen, dus helemaal strekken. Strekken, 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 strekken. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Voel je maar die sixpack? Ik ook niet hoor. Zitten. Twisten. Go. Seconden. Ga maar iets meer naar achter, want je bent aan het smokkelen. Ja, ja. Je kan echt nog wel meer aan naar achter. Ja. Wow, 10 seconden. Lekker hoor. Kom op, mee blijven doen. Je hebt dit nodig. Fietsen. Go. Kom maar, tempo hoog houden. Nee. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Hoppa, zitten, twisten. De laatste? De laatste, ja. Opzouwen. En boog. Ja, kom maar. Lekker naar achter, naar achter, naar achter, naar achter, naar achter. Het is je laatste rondje. Kom op, naar achter. En draaien. 5, 4, 3, 2, 1. Draai even om op je matje. Rek even je buikspieren. En dan gaan we snel opstaan. Hop, even rekken. Ontspan. Rekken weer. Hop, en snel staan. Mooi. Draai naar die lunge. Linkerbeen gaat naar voren. Hop. Voor, we gaan laag veren. Woe. Nog 10 seconden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Staan en laag veren. En niet omhoog komen. Blijf laag, blijf laag. Houd je handen op. Niet steunen op je knie. Rug recht. En veren. Ja, ja. Je kan veel lager zakken. Zakken, 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 zakken. Je mag straks wisselen, dus het been is niet meer aan de beurt. Wissel, andere kant. Woe. Zakken maar. Yep, daar gaan we. En blijf laag. Start gelijk op je laatste punt. Maar je gaat altijd iets omhoog komen. Starten, zakken, zakken, zakken. Je kan nog meer. Je kan nog meer. Ja, ja. Ja, hou vol, hou vol. Nog niet omhoog komen. Het is nog geen tijd. Oh, naar je matje. Krijg je die plank. Ik wil rechte planken zien. Ja?
Rechte planken. Dit is hem. Lukt dat je niet, ga je op je knieën, maar je blijft recht. Dus niet dit doen. Recht blijven. Rug recht. Hoofd naar boven. Niet naar beneden kijken. Blijf naar voren kijken. Het is precies 1,5 meter even gemeten. Ja, ja. Hop. En staan. Linkerbeen gaat weer naar voren. Woe. Ja, ja. Zakken weer. En veren. Blijf meedoen. Blijf meedoen. Nog niet opgeven. We hebben nog een lange tijd om fit te blijven. Je moet meedoen. Je hebt geen keus. Ah. Ja, naar beneden weer. Want je komt alweer naar boven. Naar beneden, naar beneden. Ja, ja. Ah. Geloof me, ik heb het net zo zwaar als jullie. Het is gewoon een kwestie van mindset. De hele thuiszitten is mindset. Kom op, positief blijven. Zakken. Ja, ja, lekker hoor. Zijn er bijna, nog iets lager, nog iets lager, nog iets lager. Hoppa, die plank komt er weer aan. Hai. Ja. 3, 2, 1. Planken. Recht. Boven blijven kijken. En volhouden. Niet zo goed duwen. Ja. Hou vol. Ja, ja. Bijna. 3, 2, 1. Hop, laatste rondje. Woe! Ja, ja. Schud je benen ondertussen even lekker los. Staan. Hop. Dit is hem. Hand op. Recht blijft staan. Merk je dat je balans verliest. Moet je je rechterbeen iets meer naar buiten gaan zetten. Zet ze niet in je lijn. Kan. De core goed ontwikkeld is, kan dat, is het nog niet, zet je hem gewoon iets verder uit elkaar. En veren. Dus ik heb het vergeten. Sorry, Eli. Oh, ja. Andere kant. Oh, schud die benen tussendoor los. Ja, ja, kom maar. Lekker door. Blijf meedoen. Zak nog iets verder door. Dit is je laatste rondje. Zak nog iets verder door. Ja, dus en hier ga je het volhouden. Blijf vasthouden. Hop, laatste plank. Woe. 3, 2, 1. Planken. Hou vol, hou vol, hou vol. Niet doorzakken. Hou je rug recht. Ah. 3, 2, 1. Hop. En staan. Wow. Schud je benen weer los. Wow. Krijg zo meteen split jumps. Jump in lunges is hoe je het wil noemen. Van de zijkant gezien. Spring je in die lunge. Ga je weer over. Ja, net de grond even niet aantikken voor je knieën is niet fijn. Net niet aantikken. Daarna wisselen we naar buikspieren. Krijgen we toe taps. Gaan we die tenen aantikken. We hebben nog 10 seconden. Rek je benen even van de vorige oefeningen. 2, 1. Kom maar, split jumps. Hup, springen. Zakken. Zakken. Ademhaling. En vooral vol blijven houden. Kom op, zakken. Blijf gaan, blijf gaan, blijf gaan. Hop, en zakken. Toe-taps. Recht naar boven. Is het te zwaar? Knie op tillen en handen recht naar boven. Ja, kom maar. Ha. Ha, ja, ja, kom maar. Ha, 10 seconden nog. 5, 4, 3. 2, 1. Ja, 10 seconden om op te staan. Ja, ja, het begint al pittig te worden. Die hartslagen zitten
Hier. Volhouden. Ja, kom maar. Wordt dit te zwaar, dan blijf je gewoon iets hoger staan. Is het nog niet zwaar genoeg, ga je dieper door, maak je grotere stappen. Hup. Bij spieren. 3, 2, 1, go. Zes, vijf, vier, drie, twee, één. Ah. Ah. Dat was hem, hè? Ik weet het niet. Nog één. Ik ben het heel vaak kwijt. Woe! Ja, ja. Laatste. Woe! Ja, ja, dit is je laatste rondje. Kom op. Blijf doorgaan. Niet opgeven. Hup. Laatste. Oeh. Ja. Wordt het te zwaar, moest je die knieën naar beneden, hè? Vijf, vier, drie, twee, één. Woe! Ah. Oké. Zometeen sta je of op je matje, of op je vloerbedekking, of op je handdoek, op je knieën en je gaat opstaan. En elke keer het andere been. Tik, andere been opstaan. Wow! Ja, zijn we er klaar voor? Woe! 10 seconden nog, gaan we vast zakken op die knieën. Van de zijkant gezien, die voeten moeten plat, dus niet hierachter. Ja, ik zal het van de zijkant doen. Plat, plat staan. Kom maar, je lijn, let's go, werken! Plat erop gelijk. Hop, en staan. Hoppa, let's go! Blijf werken. Ja, ja. Staan. Komt die sprint eraan. Het is een snelle sprint. En je moet je schouders blijven bewegen voor de schuine buik. Klaar. Go. Ja, ja. Trek hem door. Kom op. Hou het tempo vast. Kom op. Niet verzwakken. Versnel maar. Oh, tweede rondje. Op die knieën. Hoppa. Platte voeten en opstaan. Go. Ja, ja. Sprint, de laatste sprint. Dit is de tweede ronde pas. Tweede ronde pas. Ja, tweede ronde. Tweede ronde pas, sorry. Wel kwijt. Let's go. Kom maar. Sneller, kom maar. Laatste rondje. Wow! Lekker! Kom maar! Go! Kom op, blijf volhouden. Blijf opstaan. Blijf zakken. Blijf opstaan. Laatste sprint. Kom op. Let's go. Laatste sprintje.
Ja! Bijna, bijna! Nog iets versnellen! Kom maar! Sneller! Sneller! Ja, ja! Oh! Dank jullie wel. Dank jullie wel, dames en heren, toppers, voor deze workout weer bij Sport79 Workout. Het was een pittige. Blijf bewegen, blijf gezond. We weten niet hoe lang het allemaal nog gaat duren. Spoor alle mensen om je heen aan om gezellig mee te doen met z'n allen. Zodat we met z'n allen gezond blijven. We moeten dit met z'n allen doen. Dank jullie wel.